Een pleintje in de stad. Een grote, drukke stad. Een stad met hoge huizen en verschrikkelijk veel auto's. Ze toeteren en ze vliegen met gierende banden om het pleintje heen waar het ballonnenvrouwtje staat. De bromfietsen knetteren en de voetgangers hebben allemaal haast. Ballonnen? Mooie ballonnen! Ballonnen in alle kleuren! Hé, meneer... Wilt u een ballon? Ach, ga toch weg, mensen. Ik heb helemaal geen zin in ballonnen. Ik moet gaan naar mijn auto die daar staat, want anders krijg ik een bekeuring. Ballonnen. Mooie ballonnen. Ballonnen in alle kleuren. Mevrouw. Mevrouw, echt iets voor u. Oh, nee. Ach, vrouwtje, doe niet zo dom. Denk je dat ik voor gek gelopen met een ballonnetje aan een touwtje? Staat toch niet bij mijn dure bontmantel. Ga weg, ik heb haast. Nou, dan maar niet. Ik wou het u nog wel cadeau geven. U misschien, meneer. Wilt u een ballonnetje voor niks? Een ballon voor niks? Houd me zeker voor de gek, vrouwtje. Ik doe nooit iets voor niks. En wie dat wel doet, is zeker niet goed bij zijn hoofd. En bovendien ballonnen, dat is kinderwerk, als je dat maar weet. Ballonnen? Mooie ballonnen. Ballonnen in alle kleuren. U krijgt ze cadeau met een touwtje erbij. Alsjeblieft, meneer de agent. Wat zullen we nou beleven? Wou jij een politieman opschepen met een ballonnetje? Je mag hier helemaal niet lopen met ballonnetjes. Dat is streng verboden bij de wet. Ik zou jou een bekeuring kunnen geven, ach, weet je dat? Ach, agent, ik doe het helemaal niet om geld te verdienen. Ik doe het alleen om de mensen een plezier te doen. Ik zie zoveel mensen om me heen met treurige gezichten, zoveel mensen met verdriet. Een ballonnetje zou misschien kunnen helpen, dacht u niet? Niks meer te maken, u staat hier in de weg. U bent een gevaar voor het verkeer. Ik ga eens even mijn boekje pakken. Oh, dat meent u toch niet? Wacht, ik weet het wel. Ik ga wel weg. Jan, Jan, kom eens. Wie is Jan alweer? Jan. Jan is mijn vriend. Hij komt er al aan, hoort u hem niet? Nee, ik hoor helemaal geen vriend. Maar ik ga je wel opschrijven. Als ik tenminste mijn boekje maar kan vasthouden, want het begint verschrikkelijk hard te waaien. Ja, dat bedoel ik nou juist. Dat is mijn vriend, Jan de Wind. Jan houdt wel van ballonnen. Ja, ik kom. Wel, alle ballonnen nou aan toe. Daar gaat ze. Met ballonnen nou de lucht in. Hele, vrouwtje, dat gaat zomaar niet. Geef me nou maar een ballonnetje voor mijn dochtertje. Hele, stop. Te laat, agent. Je bent te laat. De wind heeft me af te pakken. Ik zweef al boven de bomen. Ik ga op zoek naar mensen die wel van ballonnetjes houden. Jan de Wind heeft er plezier in. Gierend van de pret sleept hij de ballonnetjes langs de wolken. En het vrouwtje moet zich heel goed vasthouden om niet te vallen. Ze kijkt even snel naar beneden. Oh, daar ziet ze de deftige dame die haar hoed verloren is door de windstoten en nu rondjes rent om het pleintje. Oh, en daar is die meneer en daar de agent. Ja, die kijken nu beteuterd in de lucht met open mond van verbazing. En intussen zweven de ballonnetjes verder en verder. Over de weilanden, over de bossen, over de bergen. Wat is Jan de Wind van plan met het ballonnenvrouwtje? Oei, 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 lekker stoeien met de wolken. Kom maar mee,
Ik waai en ik waai en ik waai. Net zo lang tot we mensen hebben gevonden die van ballonnetjes houden. Net als ik. De wind loeit van plezier en jaagt zijn vrachtje verder en verder. De zon gaat onder, de nacht komt en nog steeds is de reis niet afgelopen. Nu eens drijven ze door een grote regenvolk en dan weer moet het vrouwtje haar parapluutje opzetten. Soms jaagt de wind haar tot boven de wolken, waar de zon altijd schijnt. Het is een avontuurlijke reis, maar het vrouwtje wordt wel vreselijk moe. Dat merkt de wind wel. Wees maar niet bang, vrouwtje. Alles komt weer terecht. Ja, dat zeg je nou wel, Jan de Wind. Maar ik kan haast niet meer. Waar breng je me nou toch eigenlijk naartoe? Ik breng je naar een plek waar het veel fijner is dan in de grote stad. Een plaats waar de mensen nog tijd hebben voor plezierige dingen. Daar breng ik jou heen. Oh, ja. En zouden de mensen daar mijn ballonnetjes wel willen hebben? Natuurlijk wel. Je moet niet vergeten. Oh, pas op. Duiken. Wat was dat? Een vliegtuig. Dat scheelde maar een haartje. Ja, zeg dat wel, Jan de Wind. Nou, die meneer in dat vliegtuig had ook wel eens een beetje mogen uitkijken, vind ik. Ik ben ontzettend geschrokken. Je kunt het de piloot niet kwalijk nemen. Wie verwacht er nou een vliegend ballonnenvrouwtje? Zo hoog in de lucht. We moeten nog voorzichtiger worden. Oh, kijk nou eens, daar beneden. Wat een leuk bos is dat. Of nee, eigenlijk is dat helemaal geen bos. Het is een soort park met allemaal kleurige dingen erin. Dat is nou de Efteling. Oh. Daar wou ik je heen brengen. Oh. Dat is een sprookjesbos waar alleen maar plezierige dingen te beleven zijn. Oh, wat enig. Ik zie daar een man met een hele lange nek. Die kijkt alle kanten uit. En kijk, daar is een sprookjeskasteel. Ja, daar wil ik wel eens een kijkje gaan nemen. Afgesproken. Wij gaan dalen, vrouwtje. Dan kom je precies bij het kasteel terecht. Het kasteel van Doornroosje. Oh, niet zo hard, Jan de Wind. Voorzichtig toch. Daar gaan we. Hou je ballonnetjes goed vast. Omlaag. Wat gaat dat verschrikkelijk hard. Pas op. Ik ga recht op de toren af. Oh, dat gaat nooit goed. Help. Het gaat ook niet goed. De ballonnetjes drijven tot vlak boven de torenspits. En voordat het vrouwtje het goed in de gaten heeft wat er eigenlijk gebeurt, heeft het bovenste puntje van de torenspits zich door haar rok geboord. En daar hangt ze, spartelend en roepend om hulp. Oh, ik zal hier nog omkomen van honger en dorst als dat zo doorgaat. Als de mensen van dit kasteel me nou maar eens konden horen, maar dat kan ook weer niet. Want dit is het kasteel van Doornroosje. Daar slaapt iedereen 100 jaar. Nou, dat is me wel een klein beetje te lang. Hallo, is daar iemand? Hallo? Oh, het blijft doodstil. Oh, wat moet ik toch beginnen? Het lijkt wel of ik hier mijn hele leven moet blijven hangen. Ik wou maar dat er iemand kwam. Hallo. Is er wat aan de hand, vrouwtje? Oh, een kaboutertje. Dag, klein mannetje. Wat vroeg je? Of er iets aan de hand was? Dat is ook een vraag. Dacht je soms dat ik bezig was om de raampjes van het torenvenstertje te zemen? Nee, niks hoor. Ik hang hier aan het zoompje van mijn rok. En als ik niet gauw geholpen word, dan moet ik hier mijn 80ste verjaardag vieren. Nou, stil maar, vrouwtje hoor. Ik help je wel. Ach, laat me toch niet lachen. Hoe kan zo'n klein man...
mannetje me helpen? Ah, stil dan maar. We zijn met z'n zevenen. We wonen bij Sneeuwwitje. En als ik de mannetjes uit het kabouterdorp en uit het kabouterhuisje erbij haal, komt het allemaal fijn voor elkaar, hoor. Let maar eens op. Nauwelijks heeft de kabouter gefloten of van alle kanten komen zijn vriendjes aangerend. Het zijn er veel meer dan het vrouwtje ooit heeft kunnen denken. Ze gaan allemaal op elkaar schouders staan en zo maken ze een toren die net zo hoog is als de toren van het kasteel. En dan... Pas op, mijn rok scheurt. Wat geeft dat nou? Je bent vrij. Nou, klim nou maar gauw naar omlaag, hè? Griezelig, hoor. Mannetje, pas op je neus. En jij, hou je baardje in, anders trap ik erop. Ja, jij ook voorzichtig, jij voorzichtig. Nou, ik ben beneden. Wel bedankt, hoor, mannetjes. Jullie hebben me prachtig geholpen. Het was een echte kabouterladder. Nee, niks te danken, hoor. We zijn blij dat je nou bij ons bent in je Efteling. We kunnen best een paar leuke ballonnetjes gebruiken. Zo. Zeg, vrouwtje, heb jij zin om hier te blijven? Dan kan je in de speeltuin staan, zodat alle kinderen van je ballonnen kunnen genieten. Nou, graag, hoor. Nou, kom, wijs me dan mijn gouden weg erheen. Kom mee, mannetjes. Ja. Kom mee. Vrouwtje, met je ballonnen.